Ik ben wel echt kapot. Oh, ik wil jullie iets vertellen. Morgen ga ik namelijk voor de eerste keer in het ziekenhuis gaan sporten. Ik weet nog niet wat ik er me precies bij moet gaan voorstellen. Maar ik denk dat het wel een eerste stap is naar een vermindering van kilo's en zo. Ook heb ik gisteren gemeld naar enkele diëtisten die mij kunnen helpen bij deze transitie. Dus ik ben benieuwd. Ik ben wel van plan om nog een paar voorfoto's te maken. Vandaag zijn we donderdag 8 november. En straks ga ik naar mijn tweede les in het ziekenhuis. Daar volg ik een soort kinesietherapie voor mensen met overgewicht. En ja, dat doe ik dus. Ik doe dat nu elke dinsdag en elke donderdag vanaf 6 uur. De vorige les ging redelijk goed, maar was zo vermoeiend. Vandaag heb ik een nieuwe les. Ik heb mijn sportkleren al mee. Die liggen hier. Ja, ook mijn stoetjes los. En ja, dan ga ik me straks omkleden in het ziekenhuis. Ook ben ik gisteren op zoek gegaan naar een diëtiste. Allee, ik was al op zoek gegaan naar een diëtiste. Maar nu heb ik een gevonden, denk ik. En daar ga ik naar mailen om een afspraakje te maken. Een date. Nee, geen date. Hallo, we zijn vandaag 12 november en vandaag ga ik terug sporten in het Jan Ieperman ziekenhuis. Ik ben wel nog een beetje te vroeg, maar dat betekent dat ik nog tijd heb om te eten, mijn eten te laten zakken en mijn boek verder te lezen. Dit is mijn sportzak en daar zit alles in wat ik vandaag nodig heb. En voor het eerst ook oortjes, want ik was ze altijd al vergeten. Dat was vreestom, want dan moest ik heel de tijd naar tv kijken zonder geluid. En ondertussen ga ik nu podcasts kunnen luisteren. Slim, hè? Hallo, het is ongeveer 7:30 en ik ben net klaar met sporten. Nu is het tijd om naar huis te rijden. En ik ben redelijk moe. Ik heb vandaag ook voor het eerst gewogen in het ziekenhuis. En dat was niet echt het resultaat die ik wou, maar we werken eraan. Ik ben wel echt kapot. Dus ik ben blij dat ik in de auto zit. Straks ook nog even douchen. Want, joe. Hallo, we zijn vandaag 26 november. Het is nu 5:20. En ik ga vandaag weer sporten. Ik heb er echt super veel zin in. Want ik heb echt nood om mijn fysiek eens af te reageren. Na een super drukke mentale werkdag voor mezelf. Dus ik ben heel blij dat ik kan sporten. Ik dacht dat ik dat ooit ging zeggen. Maar het is zover. Ik probeer er s'avonds trouwens een gewoonte van te maken om tijdens het poetsen van mijn tanden wat oefeningen te doen rond lenigheid en evenwicht. Ik doe dan heel vaak stretch. Ik doe dan een halve split terwijl ik mijn tanden poets. Alleen nog geen halve split, nog lang geen halve split. Maar zo met mijn benen open zo ver mogelijk. Probeer ik ook op één been te staan, afwisselend het ene en dan het andere. En net heb ik ook gekeken hoe lang ik een zo op mijn handen en tenen kan staan. Ik weet niet meer hoe dat noemt. Geen squat, maar een hoeveel squat. Geen idee. En daar kon ik ongeveer 15 seconden volhouden, denk ik. Dus daar is gewoon nog wel werk aan, maar het is zo
het begin. En ik heb een afspraak met de diëtiste op 13. Nee, niet op 13, op 3 januari. Dus dat is goed. Ik ben in het ziekenhuis, ik ben nog een beetje vroeg. Maar dat is geen probleem, want dan kan ik iets langer op de toestellen zitten. Het is namelijk 20 na 5. En meestal zorg ik dat ik daar kan beginnen aan mijn krachtoefeningen rond 15:15. Dus wel nog mee. Even omkleden. Het is trouwens de kleedkamer. Niks, niet echt fancy. Ik ben trouwens redelijk trots op mezelf. Ik heb vandaag 2,5 liter gedronken. Allee, trots buiten het feit dat ik niks heb uitgestoken vandaag. Behalve pannenkoek gemaakt en mijn social media vriendschappen gecleaned, laten we het zo zeggen. Maar ik heb niet al te veel uitgestoken vandaag. Maar het is dan ook weekend, dat mag wel een keer. Morgen gaan we gewoon terug een beetje productief zijn. Voor een weekenddag ben ik trouwens nog redelijk actief geweest. Met 7 van de 12 uur mijn genoeg aantal stappen gezet. Impressed. En nu ga ik nog wat zien. Zo ziet mijn inzicht eruit als ik net heb gesport. Het was trouwens de laatste maandag voor van 2018 dat ik kwam. Donderdag kom ik niet. Dan ga ik eten met de collega's, maar de week daarop kom ik wel. En de begeleidster heeft wat buikspieroefeningen opgeschreven die ik kan doen tijdens de vakantie.